koninklijk bezoek in Leeuwenborg vandaag. Prinses Maxima bezocht Groningen om het nieuwe schoolgebouw aan de Kluiverboom te openen. Het gebouw is geïnspireerd door de ouderwetse knikkerbaan. Daarom werd als officiële opening een knikker door een knikkerbaan gerold. Maar niet het gebouw, maar de leerling stond vandaag centraal. Leerlinge Tani Isenia mocht een bosje bloemen overhandigen aan de prinses. Hallo, dag koninklijke hoogheid. Mijn naam is Tani en ik wil u welkom heten hier bij het Kluiverboom. En ik wil u graag deze bloemen aangeven. Heeft ze nog wat tegen je gezegd? Ze zei dankjewel en dat we gauw naar binnen gaan, omdat anders vriezen we. Na de overhandiging kreeg prinses Maxima een rondleiding door het nieuwe gebouw. Ze kreeg uitleg over wat de leerlingen zoal doen tijdens de lessen. Ondanks dat het allemaal uitliep, was de directeur van de school erg gecharmeerd van de prinses. Een kwartier uitlopen klinkt heel erg negatief, maar in dit geval is het heel erg positief. Want ja, die uitloop kwam eigenlijk door haar belangstelling voor de leerling. Dus we hadden een aantal gesprekjes gepland waar ze zou praten met leerlingen. Maar als je langs een lokaal loopt en ze ziet de leerlingen, dan heeft ze ook daarvoor belangstelling. De architect van het gebouw was blij met de extra aandacht voor zijn gebouw. Maar vond het niet erg dat de meeste aandacht naar de leerlingen ging. Mooier kan het eigenlijk niet. En ik vind het zelf leuk, maar mijn moeder vond het nog leuker volgens mij dat ze langskwam. En het is een mooie dag. Het is een mooie dag voor mij. Ja, prachtig. Het aardige van haar vind ik wel dat ze vooral aandacht had voor de leerlingen. En je ziet daar de leerlingen ook ontzettend van genieten. Een onvergetelijke dag, denk ik, voor hun. En daar gaat het eigenlijk om. He, die hoeft niet als bobo's en als hotemetoten op de voorgrond. Het gaat om de leerlingen. En ik vind dat zij dat heel goed doet. Ja. Onder grote belangstelling verliet Maxima een kwartier te laat de school.